Waar is de lifter in me? Waar is de anarchist in me? Waar is die man in me die tekeer ging tegen alles wat los en vast zat? En vooral tegen alles wat vast zat. Waarom zit ik al 10 jaar in een trein vol met van die baakvlamtypes? Zo'n trein vol met harde werkers. Hoewel harde werkers. Sinds de invoering van die OV-jaarkaart weet je dat 3/4 van de trein studeert. En als iets niks met hard werken te maken heeft, dan is het studeren. Of je moet wel een lul van een student zijn. Ga je mee zuipen? Nee, ik kan niet. Ik moet hard werken. Eikel. Ja, toch wil ik het daar heel even over hebben, over die OV-jaarkaart. Ik bedoel, dat, ja, zeker in dit studentenhol hier in Groningen, ja. Ik bedoel, zo'n OV-jaarkaart is toch gewoon een ambtenarenpasje. En gewoon een avontuurloos ding dat je gewoon behoort te weigeren als je jong bent. Kijk, zelf heb ik nooit gestudeerd. Ik was een aankomend kunstenaar. Ongesubsidieerd, dus slechts zeer zelden gewassen. Maar neem één ding van mij aan. Dat juist in die tijd dat ik nog op dat kleine kamertje woonde. Ach, dat koude kamertje waar ik elke ochtend dat wak in die wasbak moest hakken. Het was de mooiste tijd van mijn leven. Echt waar. Achteraf. Maar goed, ik zal even uitleggen dat je makkelijk kan reizen zonder geld. Ik leg het even uit aan die arme sloebers daarboven op het balkon. Hè? Hier beneden allemaal lekker een dikke leasebak van de zaak onder je reet. Hé jongens? Ja, dus ik ga even naar de oorspronkelijke doelgroep die vroeger hier zat... toen u mij nog via de televisie moest ontdekken. Hè? Heel goed. Ja? Oké. Okay. Goed. Oké, kom dan allemaal. Jongens, reizen zonder geld, ja? Hoe doen we dat? Moet je goed opletten. Je moet bijvoorbeeld van Eindhoven naar Amsterdam, ja? In Eindhoven neem je een enkeltje best, ja? Dat is een piekie, hè? Nou, piekie heb je al erbij, heb je niet bij, kan je scoren in de hal, tjakka. Nou, goed. Dan stap je echter in de Intercity. Die gaat best voorbij. Op het moment dat de trein best voorbij gaat, moet je heel onschuldig om je heen gaan kijken. Moet je zeggen, goh, gek, trein rijdt door, goh, raar zeg. Een beetje katholieke kop doet het ook wel goed in die kontrijen, hoor, hè? En dan ga je naar die conducteur en zegt, god, trein rijdt door, de trein, aantekening dat je in Den Bosch terug mag naar Eindhoven. Wie wil dat? Romario nog niet, hè? Nee. Ik bedoel, die gozer lult nou al 3 jaar over een enkeltje en die domme PSV'ers maar denken dat hij het hierover heeft, ja? Oké, okay. Nou, wat doe je dan? Dan in Den Bosch neem je een enkeltje Zaltbommel, ja? Je stapt weer in de Intercity, die gaat Zaltbommel voorbij. Dat merk je als je de ingenieur J.J. Hupkesbrug opdendert, hè? Basiskennis. Dan ga je ook weer naar de conducteur. Nou, die heeft ook niet gestudeerd. Gebakken eitje. Nou, huppakee, ja? Oké, okay, de bel in Utrecht, enkeltje Maarsen en zo hobbel je Amsterdam binnen. Daar gaan we het iets groter aanpakken. In Amsterdam neem je voor 2 strippen een enkeltje Sloterdijk, ja? Je stapt in de TEE. Hallo Parijs. Nou, dat is eigenlijk het systeem, ja? Het is heel simpel. Moskou, 11,40 gulden, Sint-Petersburg overstappen. En het mag van mij. Ik bedoel, een beetje creatief met geld omgaan, dat mag toch? Je moet nooit geweld gebruiken, nooit oude wijven in elkaar rammen, geen fileermessen. Nee, gewoon een beetje creatief met geld omgaan, dat mag. En dan kom ik hier weer beneden, want dan snappen ze dat al jaren, hè? Ja, zo kom je ook een keer beneden namelijk, hè? Ja. Ik ga even terug weer, hè? De andere manier, doet u iets voor uzelf, ja? De andere manier om leuk te reizen, dat is liften. En het leuke van lift is dat je altijd wordt meegenomen door aardige mensen. Moet je maar eens opletten. Het zijn altijd mensen met kleine autootjes waarin eigenlijk geen plaats is. Die nemen altijd de lifters mee. Dat weet u zelf hier beneden. Hoe groter de auto, hè? Ja. Nee, maar het is opvallend. Het is opvallend als mensen een grote auto hebben dat ze nooit stoppen voor lifters. Net zo goed als mensen eenmaal getrouwd zijn. Zo gauw mensen getrouwd zijn, komt er nooit meer een lifter in de auto. Moet je maar eens opletten. In het weekend. Dan hebben die kerels altijd een wijf bij zich, hè? Zo'n doorgesherried huisartbeurstypje. En dan sta jij te liften, en dan zie je zo'n wijf kijken. En als je kan liplezen, zie je asielzoeker. Weet je echt dat? Nou, ik zal het u sterker vertellen. Ik sta in het weekend nooit zo te liften. In het weekend sta ik altijd zo. Nee, maar dat valt me altijd op. Het zijn de leuke mensen die de lifters meenemen. Voorbeeld, ik zelf neem altijd lifters mee. Altijd. Echt waar, als ik een lifter zie staan, zeg ik tegen mijn chauffeur, even stoppen. Ja, maar dat komt omdat ik zelf ook ontzettend veel gelift heb. Ik weet nog, ik moest een keer naar Breda. Zij moest naar Antwerpen en wij werden samen wakker in datzelfde Parijs. En dat kwam echt niet omdat ik aantrekkelijk was, maar zij was Belgisch en kon haar dorp niet terugvinden. Maar nu is het stil in mijn auto, want de student is een saaie en sufkonterige treintrut geworden die gratis en impotent mag reizen op een pasje van ritsen. En daarbij, iedereen heeft zo'n pasje in dit land, want iedereen studeert in dit land. Iedereen tussen de 18 en de 43 mag zichzelf automatisch student noemen. Ben je verkeersbordenwasser in opleiding met een tentamen zeepsop? Ja, dan val je onder de studenten. En als je niet studeert, nou, dan ben je helemaal zielig. Dus dan mag je ook bijna gratis reizen op een seniorenpas met dalurenkorting. En daarom is het zo druk in de trein, vooral op
vrijdagmiddag. Want dan moeten alle studenten naar huis voor het weekend. Op naar mama's wasmachine en papa's portemonnee. Dat is de enige reden voor alle studenten om even langs huis te gaan. Niemand gaat er voor zijn lol naar dat uitgelulde echtpaar dat je meer dan 18 jaar hebt lastiggevallen met de opvoeding. U zult zeggen, mijn zoon niet. Ja, uw zoon ook. Hij heeft alleen gevraagd of ik het wou vertellen. Hoppa! Graag gedaan, jongens. En op zondagmiddag worden al die pukkelige twee fasetypjes weer teruggebulkt naar hun koude kamertjes. Op dat moment komen ook de supporters terug van een verloren risicowedstrijd. Die jongens hebben overigens geen OV-jaarkaart. Nee, die jongens hebben überhaupt geen kaart. Op hetzelfde moment moeten alle dienstplichtigen terug naar de Veluwe. Dat was laatst bijna Bosnië geweest. Je vraagt je wel eens af, wat is erger? Of kent u de Veluwe niet? Het is zo druk in de trein. Dat is onmogelijk voor de conducteur om nog een kaartje te controleren. Ergens midden in het gangpad zat een heel klein jongetje met een enkeltje best en een brilletje. En hij had het daar ook echt uitgemoeten. Maar in Maarsen lukte het kleine kereltje pas. Natuurlijk denken een paar studenten slim te zijn door op maandagochtend te reizen. Maar één keer in de lucht van de aftershave van de gemiddelde forens met een AD'tje voor ze snuffert en je bent voorgoed genezen. Dan maar weer terug in de lucht van de winden van de iglo, diepvriesmaaltjes, de bijstandsmuesli en de goedkope margarine. Maar de werkelijke student die nog wil voelen dat hij leeft, die nog enig avontuur uit zijn jonge lijf wil persen, die pakt op zondagavond zijn duim en wordt persoonlijk door mij meegenomen. Elke zondagavond struin ik namelijk het hele land af. Op zoek naar die allerlaatste avonturiers. Op zoek naar die allerlaatste meisje. Ik ben eigenlijk op zoek naar een lekker wijf. Taka! Moeilijk tot nu toe, denken de intellectuelen onder u. Wat wil hij nou toch precies met dit programma zeggen? En die andere 95% zegt, nou, ik vind het wel lachen tot nu toe. Wat altijd aardig is aan een stad als Groningen, het is een stad, maar het is natuurlijk toch klein. Het is ook het leuke van zo'n schouwburg, hè, dat straks als het pauze is. Het leuke van Groningen is dat er ook al, ga je alleen naar de schouwburg, je komt toch altijd minimaal één bekende tegen. Dat vind ik altijd wel leuk. Sta je bakje koffie te scoren, hé, hey, hallo, dag, hi, hi. Hi. Hoe vind je hem? Hij gaat wel snel, hè? Ja, ja. Ja, ik zeg net op tv, ik kan hem nog eens terugspoelen. Nou, precies, nou. En dat eikelt er nog zo'n tijdje door. En natuurlijk zit er ook altijd in zo'n zaal als deze een geflipte leraar Nederlands, hè? En ja, daar dus. En het aardige is, die gaat dan lopen uitleggen aan de rest van wat ik precies bedoel, hè? Nou, laat ik even heel kort zijn, vriend, ja? 20 jaar geleden begrepen wij elkaar niet en ik wil dat graag zo houden, ja? Oké. Okay. Dus wat ik nu doe, ik leg u nu even uit wat ik met dit programma wil zeggen. Dan kunt u het in de pauze over leuke dingen hebben. Ja, wethouders, kredietbanken, noem maar iets. Nou goed. Wat wil ik met dit programma zeggen? Dat is nogal simpel. Kijk, je leeft maar één keer. Althans, een tweede keer is nog steeds niet bewezen. Er staat wel eens een hond aan mijn kuiten te snuffelen dat ik denk, zal het tante Arnie zijn? Taka. Maar bewezen is dat niet. Kijk, je leeft maar één keer en die ene keer neem je alles. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook alles. Dus kom bij mij in een restaurant nooit met de kaart aan, maar met de makelaar die mij vertelt hoe duur die tent is. Tjaka. Die is moeilijk, merk ik. Even denken. Nou, er zitten hier mannen in de zaal die voor hun huwelijk nooit echt wat je noemt het hooi uit de meid geneukt hebben. Moet ik dit uitleggen of zegt u nou nee? Zo heeft u de Groningen wel samengevat alweer. Er zitten hier mannen in de zaal die voor hun huwelijk nooit echt wat je noemt het hooi uit de meid geneukt hebben. Maar altijd hebben staan frunniken achter het fietsenhok van de christelijke MAVO. In de hoop dat als ze eenmaal getrouwd zouden zijn, ze het spiraaltje van hun vrouw zouden mogen laten fonkelen als een Belgische Lada met sneeuwketting in de Gotthardtunnel. Mijn vrouw zei ook, je schrijft het beter op dan dat je doet, maar dat weten die mensen niet. Hè? Maar goed. Maar die mannen, die daar stonden te punneken, achter dat fietsenhok van de christelijke MAVO, die wist op dat moment natuurlijk ook al lang, dit wordt niks, dit wordt gewoon een huwelijk, dit wordt gewoon zwenkgras 68, na twee kinderen gaat de werkelijke erotiek in de koelkast, wordt het prijzenslag, rad van fortuin, goede tijden maar vooral. Ja, je moet altijd alles willen, want het wordt alleen maar minder. En ik zeg het speciaal voor die jongeren daarbovenin. En als je niet weet wat ik bedoel, kom kijken. Hier. Hier zit de generatie van je ouders die ooit aan je gevraagd heeft, wat wil je later worden? Ik zat tegen mijn vader, nou nooit zo.